Hey! Hallo, dag jongens en meisjes. Fijn dat jullie er zijn. Ik ben Marleen en ik zou jullie meenemen op een wandeling, een verhalenwandeling, in de abdij van Vierbeek. Maar ja, die kan jammer genoeg niet doorgaan. En toen dacht ik, dan nodig ik jullie toch gewoon uit hier, in mijn huisje, vlakbij. Niet verder vertellen, eigenlijk mag het natuurlijk niet, maar voor één keertje. Zitten jullie lekker? Dan heb ik nu een vraag. Hebben jullie het ook gehoord? Op een wandeling misschien met mama en papa, langs een vijver, hier in de buurt, in het park of wel eens anders. Oorverdovend! Kwak, 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 kwak. Kikkers! Kikkers! En nog eens kikkers! Ja, hebben jullie het ook gehoord? En vragen jullie je dan ook wel eens af, waar hebben die beesten het in godsnaam de hele dag over? Waar hebben die elkaar allemaal te vertellen? Ben het gaan opzoeken in dikke, wetenschappelijke kikkerboeken en op kikker Wikipedia. En volgens kikkergeleerden zouden kikkers, en dan moet ik specificeren, jongens, mannetjes kikkers, zoveel lawaai maken om meisjes, vrouwtjes, kikkers, te behagen, te verleiden. Stel je voor. Kwak, kwak, kwak. Hebben jullie mijn sexy pleetsmoel al gezien? Kwak, kwak, kwak. Of wat dachten jullie van mijn onweerstaanbare, uitpuilende kikkerogen? Kwak, kwak, kwak. En dan heb ik het nog helemaal niet gehad over mijn atletische, lange, slanke achterpoten. Waarmee ik zomaar eventjes 20 keer mijn eigen lichaamslengte ver kan springen. Vanuit hurkpositie. Kwak, 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 kwak. Zou het echt waar zijn? Dat die kikkers de hele dag lang zitten op te scheppen en zich lopen aan te prijzen. En nog erger, zou het kunnen dat kikkermeisjes en kikkervrouwtjes dat ook nog eens leuk en onweerstaanbaar vinden? Ik vroeg het mij af. En daarom ben ik eens gaan luisteren. Ik heb namelijk kikkeroren opgezet. Kikkeroren, ik hoor het jullie meteen denken, dat kan toch niet? Kikkers, die hebben toch helemaal niet zo van die oren, zoals konijnen, of van die flappers, zoals olifanten, of van die puntoortjes die alle kanten opdraaien, zoals die van mijn hondje, die hier ergens rondloopt. Nee, dat is waar. Dat klopt. Maar kikkers hebben wel oren, ook al zie je ze niet achter hun snoetje, hebben ze 2 vliesjes, trommelvliesjes. En als de andere kikkers om hen heen beginnen te kwaken, dan gaan die vliesjes trillen. En zo begrijpen ze alles wat die andere kikkers hen vertellen. En zo ging ik dus met mijn kikkeroren luisteren. En weet je waar ik achter ben gekomen? Die kikkers. Die zitten de hele dag aan elkaar verhalen te vertellen. En mopjes. Tja, echt waar. En nu dacht ik, nu jullie er toch zijn, kan ik net zo goed
een verhaaltje aan jullie vertellen dat ik heb gehoord. Onlangs. Heel lang geleden, in de tijd dat er in de huizen van de mensen nog geen kraantjes, nog geen waterkranen stonden, niet in de keuken, niet in de badkamer, niet in de tuin, nergens. In de tijd dus, dat meisjes en vrouwen met houten emmers water gingen halen in een bron of bij een waterput in het midden van het dorp, in die tijd leefden er eens twee kikkers. En die heette Rana en Rani. Rana en Rani. Die woonden midden in het bos. En ze waren elkaars beste vriendjes. En op een mooi zonnige lentedag zaten Rana en Rani. Elk op hun eigen lelieblad in het midden van een bospoortje. Dat was Rana. En dat was Rani. En af en toe gebeurde er dit. Gezien? Maar dan natuurlijk met een superlange roltong. Heel kleverig, zodat er allemaal vliegjes in blijven plakken. Die vinden kikkers namelijk heel lekker. Komen jullie eventjes mee in kikkermolens? Kunnen jullie dat zo glimlachen? Van oor tot oor? En laten we afspreken dat als ik in mijn vingers knip, jullie even jullie roltong laten zien. Klaar? Oké. Super! En zo zaten ze daar dus, al een hele poos lang. En toen zei Rana plots: "Waaah!" En hij bedoelde: "Het is wel een beetje saai hier, hè, vind je niet? Zo op dat lelieblad de hele dag." En Rani naast hem: "Antwoordde niet. Toen," zei Rana nog een keer, "kwaak." En Rani zei niks terug. Rana peddelde vanop zijn lelieblad naar het lelieblad van Rani, stootte hem aan met zijn kikkerelleboog en zei: "Hey, Rana, kom je mee? We zijn hier weg. We gaan op avontuur. Volg mij." Rana plonsde in het water. En Rani plonsde achter hem aan. En ze zwommen en ze zwommen en ze zwommen en ze zwommen en ze zwommen. Ze hadden heel veel geluk, want er kwam geen water in hun oren. En ze zwommen en ze zwommen. En achter Rana kwam zoals altijd Rani aangezwommen. Tot ze aan de oever van het meertje waren. Daar schudden ze even het water van zich af. En Rana begon te springen. En Rani, zoals altijd, sprong achter hem aan. Hop, 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 sprongen ze langs het beekje. Hop, 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 heel het bos door. Tot aan de rand van het bos. Ze kwamen aan een weg. Hop, 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 die staken ze over. Ze kwamen in het dorp aan. En in het dorp hopten ze tot bij de water. Ze keken naar boven. En Rana haalde diep adem, spande al zijn spieren op in zijn achterpoten en hop! Sprong zo hoog als hij nog nooit had gesprongen en belandde op de rand van de waterput. En toen was het aan Rana. Hop! En daar zat hij, naast zijn beste vriendje. "Ik weet een spel," zei Rana. "Pak me dan! Als je kan," zei hij, en hij begon te hoppen op het muurtje
van de waterput. Hop, 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 hop. Helemaal in het rond, want het was een ronde waterput. En Rani achter hem aan. Hop, 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 hop. Precies even hard, precies even snel als zijn vriendje. Dus hij kon hem helemaal mee pakken. En zo hopten ze en hopten ze en hopten ze rondjes rond de waterput. Maar toen, oei! Rana vloekte, hij gleed uit en hij tuimelde, zoef, 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 tot helemaal onder in de diepe waterput. Plons! En Rana, die vlak achter me aankomt, gleed ook uit, tuimelde ook in de put en zoef, 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 plons! Plons ernaast een muntje in de diepe donkere waterput. Kwaak! 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 Kwaakten ze allebei zo hard als ze konden. En de wanden van de waterput, die hielpen het geluid heel ver weg te brengen. Het werkte een beetje zoals een luidspreker of een enorme toeter. En het gekwaak van Rana en Rani was tot heel ver te horen, tot buiten het dorp, tot midden in het bos. En de andere kikkers in het bos, die hoorden Rana en Rani kwaken. Die zeiden, vlug, vlug, dat zijn Rana en Rani, ze zijn in gevaar, we moeten hen gaan helpen. En een heleboel kikkertjes hoopten door het bos langs het beekje tot aan de rand, over de weg, in het dorp, tot aan de waterput. Allemaal zaten ze rond de waterput. Kijken ze naar boven, haalden diep adem en sprongen allemaal tegelijk heel hoog en belanden op de rand van de put. En daar heel diep onder hen zagen ze Rana en Rani. Die zaten te springen en weer naar beneden te vallen. Ze sprongen en ze plonsden weer in het water. Ze sprongen en ze plonsden. Ze sprongen en ze plonsden. En de kikkers op de rand van de put zwaaiden en ze riepen naar Rana en Rani. Stop, stop, stop met springen. De put is veel te hoog. De muur is veel te hoog, de put is veel te diep. Stop, jullie kunnen nooit de rand bereiken. Jullie putten jullie uit. Jullie hadden nooit hier mogen komen spelen. Domme Rana's, domme Rani. Maar spaar jullie energie, want als jullie blijven springen, zullen jullie nog sneller doodgaan. Dan als jullie blijven springen. En zo bleven ze maar roepen en zwaaien. En Rana, die had heel graag andere oren willen hebben. Nu van die oren met kuiltjes in. Om zijn vingers in te steken. Om niet te moeten horen wat de kikkers bovenaan de rand stonden te roepen. Maar hij bleef springen. Maar bij elke sprong sprong hij een klein beetje minder hoog. Maar hij bleef springen en springen en springen. Tot hij nog één keer sprong en plons. Weer in het water branden en vertrokken. Maar Rana, die gaf niet op. Die bleef springen. Hop en plons en hop en plons en hop en plons. En hoe de andere kikkers ook riepen, stop, geef op, het heeft geen zin. Rana bleef springen, hop en hop en hop. En op een keer sprong Rana, met een kracht waarvan niemand begreep waar ze vandaan kwam. Hij sprong niet, hij vloog heel hoog en landde op de rand van de put. En daar zat hij te hijgen tussen alle andere kikkers die hem met uitpuilende ogen zaten aan te kijken. En Rani zei, dank jullie wel, lieve vrienden. Ik ben misschien wel doof, zei Rani, maar ik ben niet blind. Ik zag hoe jullie me stonden toe te jagen en moed inspraken en me aan te moedigen. En daardoor heb ik niet opgegeven en daardoor heb ik de kracht gevonden om die grote sprong te maken. Toen werd het
eventjes heel stil rond de waterput. Er was geen kwaakje, zelfs geen heel klein kwaakje te horen. Het was zo stil, als het vooraan in de dove kikker altijd was. En toen zei Rani, kom, we gaan terug naar het bos. En hij begon te huppen, door het dorp, tot aan de weg over, langs het beekje, naar het bos, tot midden in het bos, tot bij het meertje waar ze woonden. En alle andere kikkertjes huppelden achter Rani aan. En daar, diep in het bos, leefden ze nog lang en gelukkig. En elke lente vertellen de kikkermoeders dit verhaaltje aan een kikker. Zo, dat was het voor vandaag. Ga nu maar weer lekker buiten spelen. Daar! En hopelijk tot heel gauw op een echte verhalenwandeling. Oké?